Tijdens je opleiding ga je aan de slag met het NS1-verslag. Het NS1-verslag zorgt ervoor dat je op een wetenschappelijke en betrouwbare manier te werk gaat, om je cliënt zo goed mogelijk te helpen. Veel cognitief gedragstherapeuten in spe vinden dit lastig, maar eigenlijk valt het wel mee. We geven je wat tips om je op weg te helpen. In het NS1-verslag beschrijf je het gedragstherapeutisch proces van één casus. Je maakt een behandelplan voor de klachten van de cliënt. Je zet je kennis in, meet resultaten en evalueert deze. Zo toets je of dat wat je bedacht had ook daadwerkelijk het beoogde effect heeft. Hoe ga je dat doen? Nadat je op basis van literatuur hypothese hebt opgesteld over het ontstaan en voortbestaan van klachten, onderzoek je welke behandeling passend kan zijn om de doelstelling van de cliënt te behalen. In je onderzoeksvraag koppel je de gekozen behandeling aan het doel van de behandeling. Stel bijvoorbeeld dat je de interventie exposure en responspreventie wilt inzetten voor dwanghandelingen. De onderzoeksvraag zou dan kunnen zijn: heeft exposure met responspreventie geleid tot vermindering van dwanghandelingen? Bij meerdere klachten of de inzet van meer interventies zal je soms meerdere onderzoeksvragen hebben. Om vast te kunnen stellen of je behandeling effect heeft, kies je een onderzoeksdesign. Het AB-design en ABC-design worden vaak gebruikt voor het NS1-verslag. In het AB-design werk je in twee fasen. In fase A meet je door middel van meerdere metingen de ernst van de klachten voordat de behandeling start. Dit noemen we de baseline-fase. Fase B gaat van start zodra jullie starten met de behandeling. Het AB-design is een simpel design en werkt goed als je het effect van een enkele interventie wil onderzoeken. Je kan het effect van verschillende interventies laten zien in het ABC-design. Wanneer je na fase B start met de tweede interventie, beschrijf je het effect daarvan in fase C. Denk bijvoorbeeld aan een cliënt met stemmingsklachten die je eerst behandelt met gedragsactivatie, waarna je overgaat op cognitieve therapie. Maar let op! Het ABC-design kun je alleen inzetten als de interventies elkaar opvolgen. Lopen ze tegelijk? Dan kun je alleen het effect van de gehele behandeling meten. AB-design. Meer designs vind je in de richtlijnen op de website. Hierna bekijk je hoe je de resultaten gaat meten. Je meetinstrument kies je op basis van je onderzoeksvraag. Gebruik hiervoor zoveel mogelijk bestaande, valide en betrouwbare schalen of, indien nodig, een zelfontwikkeld meetinstrument. Onderbouw je keuze in ieder geval goed. Denk bij het meten goed na over de frequentie van meten en het moment ervan. Als een klacht sterk fluctueert in de tijd, zal je vaker moeten meten dan wanneer het stabieler is. Hoe dan ook, het is belangrijk dat je per fase meerdere metingen doet. Na de behandeling wil je natuurlijk een resultaat geven. Zijn die dwangklachten echt verminderd? Verwerk je metingen in een grafiek met een trendlijn. Zie je dat er in de behandelfase minder klachten zijn dan in de baseline-fase? Mooi, dan heeft je behandeling effect gehad. Wat het resultaat ook is. Het belangrijkste is dat je aan het einde van de NS1 reflecteert op de verschillende stappen van het proces, om er zo iets van te leren. Zoals je ziet valt de NS1 best mee. Heb je nog vragen? Zoek in de richtlijnen of stel ze aan je supervisor.